Oh, ik zit zo in dubio. Wat ga ik doen? Ga ik editen en wat nuttigs doen? Die auto kwam pas morgen naar de garage, dus ik was met de fiets. Eerst lopen met de kinderen, ze hadden wel een paraplu, maar ja, fietsen met boodschappen en een paraplu, dat werkt niet. En ik stond heel veel kletsen in de regen, maar dat viel nog mee. En toen ging ik fietsen en toen ging het nog iets harder regenen. Echt de jas ook. Ik kan er nog altijd wel in de woonkamer uit, want de kast ook tussen alle jassen dat droog te maken. Mijn haar, echt, als het heen kan regenen, ik ben helemaal verzopen pad. Zodat ik mijn boodschappentas dadelijk om kan gooien. Goed, ik ga even mijn boodschappen opruimen en het speelgoed opruimen. De kinderen hebben zo'n troep gemaakt vanochtend. En deze kleine poes, die wil weer heel graag te eten met de medicijntjes. Vooral, ze wil eten. En ik heb de stiekem doorgegooid. Dat is wel heel fijn. Zij rent vooruit en Noah die loopt hier, want die heeft geen zin om te rennen. Ik spreek altijd met Sarah een punt af tot waar ze mag. En daar moet ze dan wachten. En tussen mij en dat punt mag ze dan heen en weer gaan wat ze wil. En dat werkt altijd heel goed. Dan is ze altijd in het zicht en dan kan ze toch lekker de dingetje doen. Oh, dan gaan we zo eten. En dan is dit playdate nummer 3. En als Noah naar huis gaat, heb ik nog een afgesproken. Dus gezellige dag. En als ze nog wel zo aan het spelen zijn, dan ga ik nog even verder om in huis. En ik ga de camera weg doen, want het is helemaal handig niet. Het is ijzige wind. Ja, de meiden zijn lief aan het spelen. Ik ga eerst Sarah de tas klaarmaken. Van... Fijn, ik had net de beker eruit gehaald, maar die was dus open. Dus die hele broek, helemaal nat. Ik dacht dat die leeg was, maar hij stond open. Maar ik dacht, oh, gelukkig is die leeg. Nou, niet dus. Dat is in de tas gedaan. Ik was de tas dus aan het klaarzetten. Oh, wat wilde ik nog meegenomen? Ik ga vast eten klaarzetten en zo. En dan wordt Noah om 3 uur opgehaald. En rond 3:30 is Sarah hier met, geloof, beide kinderen. Gezellig. Natalia en Shaina hebben jullie wel vaker gezien in de vlog. Shaina is natuurlijk op precies dezelfde dag geboren als Sarah. Helemaal leuk. En samen zijn ze ook wel de Terror Twins. Dus het wordt wel goed in de gaten houden. Want die twee, die halen echt streken uit alsof ze ook echt zusjes zijn. Maar goed, ik ga het eten in ieder geval vast voorbereiden en vast klaarzetten. Ik haat het echt om in ruk in de keuken te staan. Sommige mensen vinden dat leuk. Ik vind dat op zich niet erg. Maar als ik dan echt een uur sta te snijden, dus ik doe altijd in etappes, dan doe ik dat wel niet klaar dan dat. En dan, als ik moet koken, zet ik alles aan en dan ben ik gelijk klaar. Om wat in de tas. De juf doet plaatjes. Altijd, dan kunnen ze een boek meenemen en dubbele plaatjes inleveren. En dan kijkt ze weer wie wat nodig heeft. Want Sarah weet niks van voetbal, kijkt nooit voetbal, maar spaart voetbalplaatjes omdat ze een boek heeft gekregen. Dus ja, nu zit ik daar ook weer helemaal in. Ik heb gezegd, voor andere dingen heeft mama heel vaak de best gedaan om alles voor je te ruilen. Ik zeg maar, voor voetbalplaatjes, je hebt er eigenlijk niks mee. Je spaart het meer omdat je een boek hebt, dan dat je een boek hebt omdat je het heel graag wil sparen. Ik zeg, als het op school en alles, mag je het zelf regelen. En net als nu doe ik het in de tas en ik help wel eens plaatjes op nummer leggen. Maar
Ik zeg, ik ga er echt niet speciaal boodschap voor doen of naar iemand rijden om dat laatste plaatje. Ik zeg, dat ga ik echt niet doen. Als je echt ergens iets heel leuk vindt, dan wil ik dat met alle liefde doen. Maar niet voor iets wat er dadelijk achter in een la ligt waar je nooit naar kijkt omdat je er eigenlijk niks mee hebt. Maar goed, ik ga het wel doen, want anders heb ik nog niks gedaan vandaag. Oh, ik zit zo in dubio. Wat ga ik doen? Ga ik editen en wat nuttigs doen? Of ga ik de handmade verder kijken? Ik ben echt hooked. Hooked for life, geloof ik. Maar ja, zoveel afleveringen zijn het niet. Want 2 keer 13 seizoenen. Maar ik ga eerst vlog editen en dan ga ik denk even kijken. En ik ga even mandarijntjes eten. Thee zetten en mandarijntjes. Kijk, en ik heb echt alweer heel veel mandarijntjes op voorraad. Want ze zijn zo lekker dit jaar. Heerlijk nog even de handmade teel gekeken. En ik ga netjes 10 voor 12 naar bed. Dus ik ben nog steeds goed op dreef. En ik vind het echt wel een prestatie. Want het is half februari. Dus het gaat goed met mijn goede voornemen. Af en toe vind ik het nog wel moeilijk. Want nu voel ik me echt mega energiek. En heb ik echt zin om alles te doen. Maar dan denk ik, nee, tijd naar bed. Ik moet er op tijd uit. 'S Ochtends ben ik nog steeds een drama om eruit te komen. Maar ja, dat zit in onze genen. Sarah heeft precies hetzelfde. Maar goed, ik ga dus wel lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. Soms, ja, deze kan je denk ik wel reageren. Het is heel raar. De ene keer wel, de andere keer niet. Anders kan je reageren op mijn Facebookpagina Mama Pakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei!